leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik Kashmir samen met jullie opzadelen. En ga ik daar een aantal tips bij laten zien. Wat ik altijd doe bij het opzadelen. Ik heb hem al lekker geborsteld, dus dat hoeft niet meer. Ik ga beginnen met het zadel. Daarbij heb ik een dekje en een bondje. Natuurlijk de singel. En natuurlijk het zadel. Het is belangrijk als je het zadel opdoet, dat je goed oplet waar je het zadel neerlegt. Dat kun je al zien aan de plek waar je het dekje neerlegt. Hier is de schouder, daar moet dadelijk het zadel achter liggen. Als ik het dekje erop leg, is het natuurlijk sowieso belangrijk dat deze rand in het midden ligt. Als we het dekje erop leggen, leggen we hem iets aan de voorkant. Dit is overdreven, maar even om duidelijk te laten zien. Dan schuiven we hem naar achter, zodat onder het zadel alle haren naar achter zitten en niet dat de haren tegen het dekje in zitten. Dan kijken we meteen hier bij de schouder of het zadel daar achter komt. En hier aan de achterkant, dat hij niet te ver naar achter ligt, maar natuurlijk ook niet te veel naar voren. Daarna leg ik het bondje erop. Ook natuurlijk weer handig dat deze in het midden zit. Voor als je dekje erop ligt, even goed met deze hand of het midden van het bondje bij het midden bij het dekje ligt. En met je rechterhand even voelen of het midden van de achterkant ook het bondje en het dekje samen liggen. Dan heb ik het zadel. Ik hou de singel altijd in de buurt. Die leg ik over de hals in. Ik vind het dan zonde om het singel op het zadel te leggen. Door het zweet van de singel wil ik die niet op het leer van het zadel hebben. Als ik het zadel erop leg, is het belangrijk dat ik meteen probeer de flap van de andere kant helemaal naar de overkant te leggen, dat het niet dubbel komt te zitten. Dan komen nu een aantal dingetjes waar je op moet letten. Het is het fijnste voor je paard om zowel het dekje als het bondje omhoog in de kamer van je zadel te trekken, zodat je hier veel ruimte en vrijheid hebt. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of je zadel goed in het bondje ligt. Dat het bondje bijvoorbeeld niet helemaal erbuiten ligt of eronder verdwijnt. Maar dat het, zeker als je een bondje hebt, kun je dat mooi zien, dat hij mooi om je zadel heen ligt. Je kunt bijvoorbeeld ook nog een keer het zadel en je dekje alles beetpakken. Nog een keer naar voren en dan het hele spul nog een keer naar achter schuiven. Zodat je zeker dubbelcheck hebt om te weten of de haren naar achter zijn. Daarna kunnen we weer hier zo goed zien. Bij die schouder daarachter kan ik mijn hand erin doen. Zeker met een dressuurzadel. Die moet daarachter liggen. Als het dressuurzadel te veel hier op de schouder ligt, dan zal die de schouder in vrijheid kunnen beperken. Aan het dekje zit een lusje. Dat is speciaal gemaakt om de singelstoten doorheen te doen. Je wil graag dat tijdens het rijden je dekje recht onder je zadel blijft liggen. Daar zijn die lusjes voor, die zorgen ervoor dat mocht je dekje gaan schuiven, dat het mooi eronder blijft. Je hebt ook aan de meeste dekjes hier aan de voorkant heb je een lus zitten om aan je singelstoten aan de bovenkant te doen. Mijn zadel is een close contact, dus ik heb hier geen ruimte tussen zitten om hem aan vast te maken. Dus wij knippen ze daarom altijd eraf. Dan gaan we naar de andere kant. Ik zelf heb een beetje een tik dat als ik aan de linkerkant alles goed heb gedaan en ik loop naar de rechterkant om de singel vast te maken, dat ik hier nog een keer het zadel beetpak en een keer de goede kant op schuif. Ik weet niet waarom ik het doe, maar ik doe het altijd om zeker te weten dat alles goed zit. Dan komt de singel. Ik begin zelf altijd met het vastmaken van de achterste singelstoot. Omdat het een close contact zadel is, is de achterste stoot altijd ietsje strakker als de voorste, om te zorgen dat je paard nog meer schoudervrijheid heeft. Dan gaan we weer terug naar de andere kant. Als ik de singel vastmaak, doe ik altijd eerst nog weer even mijn hand eronder langs. En om aan het paard te voelen dat hier wat gaat gebeuren. En om de haren de goede kant op te strijken. Als er van die lusjes aan je singel zitten, zorg altijd dat je daar ook de singelstoot doorheen doet. Dat is ook weer voor om te zorgen dat de singel niet kan gaan schuiven. Zorg op stal dat je niet al meteen te strak aansingel, maar leg je zadel vast. Dat mocht hij bijvoorbeeld gaan schudden, dat je zadel er niet af kan schuiven, maar laat het paard even rustig wennen aan het zadel en de druk van de singel. En als je dan wat gestapt hebt of je bent naar de bak gelopen, dan kun je hem daar strak aansingelen. Daarna komt de peesbeschermer. Je kan natuurlijk ook eerst de peesbeschermers omdoen, omdat het zadel, dat maakt niet zoveel uit. Bij deze kan ik meteen een beetje laten zien waarom we de peesbeschermer omdoen. Onze paarden hebben allemaal ijzers onder, dus als ze dan natuurlijk lopen en zichzelf met het ijzer aantikken, dan kan daar best heel veel kracht en impact in zitten en de pezen zijn daar niet heel erg voor bestemd. Vandaar een peesbeschermer. Ik weet niet of je het hoort, als ik erop klop,
zijn ze echt wel heel hard. Hij is heel buigzaam. Eigenlijk deze kant op, dus voor om het been. Maar deze kant op gaat eigenlijk bijna niet. Dus in de lengte is die heel erg versterkt om eigenlijk de pezen daar te beschermen. Als ik de peesbeschermer omdoe, doe ik eerst weer even met mijn hand de haren de goede kant op strijken. Ik doe de peesbeschermer redelijk hoog om. Daar maak ik hem vast. Zorg altijd dat je de bovenste ietsje losser doet als de onderste. Dan ga ik je zo laten zien waarom. Dan pak ik met mijn vinger aan de onderkant, doe ik eigenlijk alle flapjes naar de buitenkant en dan schuif ik hem naar beneden om de kogel heen. Waarom is de bovenste losser? Hier aan de bovenkant zit de aanhechting. Dat is best een heel gevoelig punt bij een paard. Als je dan de peesbeschermer daar te strak hebt, dan komt er met rijden best veel impact op die aanhechting. Ik doe eerst het halsertouw los. Die maak ik altijd aan de andere kant vast. Kletter. Zodat het niet op de grond klettert. Ik maak het halster los. Ik doe eigenlijk meteen mijn rechterhand onder het halster door. Ik haal het halster eraf, hang die op aan de andere kant, teugel over zijn oren, dat we hem meteen weer vast hebben. Even zorgen dat bij zijn oren zijn manen weg zijn bij zijn voorpluk. Met duim kan ik aan de zijkant hier er iets in doen. En waarom kan dat hier aan de zijkant? Dat hier een heel stuk zonder tanden zit. Dus ik kan hier eigenlijk gewoon veilig met mijn vinger zonder dat hij opgegeten wordt. Oh, is lekker mijn vinger. Ik zorg dat het bit er goed in zit. Doe ik eerst het buitenste oor en dan het binnenste oor. Meteen kijk ik dat de manen nog steeds weg zitten bij de voorpluk. Dat hier niets dubbel zit of wat vervelend kan worden. Let meteen op als je toch hier bezig bent dat de frontriem hoog genoeg zit, natuurlijk niet te hoog, want dan zit het lastig bij zijn oor. Of te laag, dat het op zijn oogkas zit. Als ik dan met mijn handen daarboven ben, pak ik meteen de keelriem. Die maak ik vast. Zorg altijd bij de keelriem dat er ruimte zat aan de onderkant is om makkelijk je vuist erin te doen. Dan komt de neusriem. Ik heb er altijd een bondje onder om de druk daarbij te verdelen. Onder het bakstuk door. Dan probeer ik te kijken dat het bondje echt in het midden zit. Dus net hier onder dit randje waar de neusriem eindigt. Rechteronder. En zorg altijd dat je de neusriem door alle, zo heten deze dingetjes, de passantjes heen doet. Zodat er niets uitsteekt of los doet flapperen. Wat is belangrijk om op te letten bij de neusriem? Sowieso dat hij hier aan de zijkant genoeg ruimte heeft. En vanaf de onderkant moet je er hier makkelijk je vingers erin kunnen. Het is niet de bedoeling dat je neusriem helemaal loshangt. Want dan ja, gaat het ook een beetje klapperen en bewegen om zijn hoofd. Daarna komt de sperriem. Zorg dat hij mooi onder het bit doorzit. Zijn kin volgt. En aan de andere kant. Voor deze geldt ook dat er hier genoeg ruimte aan de zijkant moet zijn. Zonder dat hij te lang is, want anders dan zakt hij van zijn kin af. Bij deze is het ook weer belangrijk dat hij door de passantjes heen zit. En dat deze passantjes of de gesp niet bij zijn lippen of precies bij zijn mondspleet in de buurt komt. Maar dat hij daar mooi netjes erlangs loopt. Daarna altijd nog even een check-check langs het hoofdstel. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet, hier hangt een los passantje. Die doe ik ze dan altijd nog eventjes doorheen. Om te voorkomen dat tijdens het rijden dit zo langs zijn hoofd gaat klapperen. Aan de andere kant kijk ik er natuurlijk ook nog even naar. Dat zit allemaal goed. En dan zijn we ready to go. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral volgende keer niet weer te kijken. Like onze video's, abonneer onze pagina en tot de volgende keer. Als ik de single vastmaak, doe ik altijd even nog een keer mijn hand eronder langs. Om weer te zorgen dat alle haren de goede kant op zitten. En deze single past niet. Dit is een blooper.